Hallo allemaal en welkom bij weer een echte Slijmtijd Zondag. Ik ga namelijk kijken of je met glue sticks ook lijm kan maken. Deze glue sticks komen van de Action vandaan. Die waren daar redelijk goedkoop. Ik ga baking soda misschien gebruiken. Ik ga in ieder geval lensvloeistof gebruiken. Ik ga dit misschien gebruiken als het nodig is. Of misschien ook wel wasmiddel. Ik heb ook nog wel borax ergens liggen. Maar we gaan gewoon kijken of wij hier slijm mee kunnen maken. En het eerste wat wij gaan doen is we moeten dit gaan smelten. Nou, dat ga ik doen door het hierin te doen. En dan... Zo, er zijn hier allemaal dingetjes die in de weg liggen. Knip ik het in kleine stukjes, hoop ik. Ja, dat lukt. En als ik het in kleine stukjes heb geknipt, smelt het hopelijk wat makkelijker als ik het zo meteen in de magnetron ga doen. Daar moet je dan wel heel goed bij opletten. Want als je er te lang laat doen, dan vliegt het in de brand. Het kan gevaarlijk zijn. Ik ga daar hier wat water bij doen om het wat dunner te maken, niet te veel. Eigenlijk hetzelfde als bij een gewone glue stick, tenminste die gewoon, weet je, die je eruit draait. Dit is voor een lijmpistool. Wie weet werkt het. Ik ga naar beneden nu. Ik ga naar de magnetron toe, daar ga ik het in opwarmen. Je zou het misschien ook gewoon in heet water kunnen doen. Dan laat je zo'n kommetje drijven in heet water en dan smelt het ook, duurt wat langer. Dus ik ga naar beneden en als de camera weer aangaat, dan is dit hopelijk gesmolten en gaan wij snel aan de slag. Ik vind het wel spannend. Het is weer een echte test waarvan ik geen idee heb of dit gaat lukken. Wie weet, ik hoop het. Zo, ik ben naar boven gerend, dus ik ben nog een beetje buiten adem. Ik had er wat meer water bij gedaan, want het duurde veel langer dan ik dacht. Ik heb het daarna weer weggegoten, want het mixte heel slecht. En ik heb er nu heel snel lensvloeistof bij gedaan. Kijken of dit iets doet. Nou, je ziet het. Dit is echt heel moeilijk, want het is nu alweer hard. Ja, het is alweer hard geworden. Ja, dat is een beetje het probleem van een glue stick, voor een lijmpistool. Dat wordt super snel weer hard. En nou, weet je wat we doen? We doen gewoon veel meer lensvloeistof hierbij, dat we een bodempje lensvloeistof hebben. En dan ga ik het weer in de magnetron doen. Alleen nu met lensvloeistof erbij in plaats van water. Ja, het is alweer helemaal hard geworden. Dus het moeilijke is nu om het te mengen. Dus het kan zijn als ik boven kom dat het misschien al slijm is. Ik weet het niet, we gaan het zo zien. Ik heb het gemengd, het wordt heel heet, dus ik kan er niet echt met mijn handen in het water. In dit geval met de lensvloeistof. Is ook heel heet. En auw. Ja, het doet dus wel echt pijn aan mijn handen. Dus ik laat het ook maar even los. Zoals je ziet, mixt het ook voor geen meter. Bij een normale lijm wordt het opgenomen en mengt het. Hier, het is heel heet de onderkant. Hier niet. dus ja, ik kan in ieder geval met dit experiment zoals ik het nu heb gedaan. En ik heb het echt heet laten worden en beneden ook al echt geroerd ermee. Maar je ziet het, dit is... het zijn brokken. Je kan het kneden. Maar het is geen slijm. Totaal ook niet. Dus we kunnen zeggen dat een glue stick niet slijmt. En nou ja, zoals je ziet, hier heeft het ook geen nut om hier scheerschuim of zo aan toe te voegen, want het mengt gewoon niet met wat nodig is. En ik had gehoopt dat misschien zoals een gewone glue stick, zo'n pritstiftachtig iets, maar dan niet van het merk Prit. Nou ja, die werkt wel. Maar dit,
is niks. Dus we hebben weer eens een keer een echte slijmtje zondag gehad met een veel. Maar ja, dan kan je het zo zien. Ik heb het geprobeerd, zodat jullie het niet hoeven te proberen. Doei doei. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Doei. Doepa doe.